Wat is nou de beste leeftijd om je kind te laten besnijden? Volgens artsenorganisatie KNMG moet een kind zo rond de 18 jaar zijn voordat het zelf kan beslissen of het besneden wil worden of niet. Vandaag ga ik het hebben over de voor- en nadelen van een besneden. Hoorde u dat geluid nou ook? Ja, u ze. Heeft uw organisatie iets tegen besnedenlanders? Tegen besnedenlanders? Wat hij zegt, nee, helemaal niet. Iedereen moet zijn eigen afweging maken. Waar het ons om gaat, is dat wij vanuit onze achtergrond, medisch gezien, daar geen reden voor zien. Niet zonder risico's vinden. En dat we vinden, als iemand daartoe besluit, dat hij ook die medische gevolgen of risico's in zijn overweging moet meenemen. Ze zeggen dat het wel hygiënischer is. Klopt dat ook? Nee, als je elke dag je piemel wast, dan... Sorry? Als je elke dag je piemel wast, dan dat is veel hygiënischer. Wat kan er fout gaan bij een besnijdenis? Er kunnen infecties optreden, kunnen bloedingen optreden, kan een vernauwing van de plasbuis kan er optreden. En er kan schade aan de penis zo ontstaan dat zelfs de penis afsterft. Nou, dat is volstrekt uit de lucht gegrepen. Wij doen op het ogenblik een onderzoek. We hebben gedurende 6 maanden alle 3000 patiënten die in die tijd zijn besneden hebben nagebeld. En het aantal complicaties is door onze grote ervaring extreem laag. Maar de complicaties van waar de KNMG over spreekt, die 1 op 5 zouden optreden, dat is echt volstrekt uit de lucht gegrepen en nergens op gebaseerd. Waar zijn de complicaties op gebaseerd? Op een onderzoek? Nou, vooral waarneming. Dus er is nog geen onderzoek naar? Er is, althans in Nederland, mij niet bekend dat er een systematisch onderzoek is. Ik zit hier naast 2 trotse ouders waarvan het zoontje besneden is. Zeg dat, als u de kleine niet voor 16 of 18 jaar kon besnijden, wat zou u dan doen? Dan zijn we wel geforceerd om illegaals te doen of buiten Nederland te laten doen. Hebben jullie dat democratisch allemaal afgesproken met de kleine, dat jullie dat gingen besnijden? Ja, dat gaat natuurlijk niet. Maar als hij oud is, dan is dat nog traumatischer, omdat hij dat heel bewust gaat meemaken. Heb je nog ouw daar beneden? Of, Nee, hè. Is geen ouw. Nee. Welk van deze instrumenten die hier op tafel liggen, zou u de extremistische doe-het-zelfers willen ontmoedigen? Nou, ik zou alles willen ontmoedigen wat dit betreft. Dus dit zwaard, dat werkt niet? Nee, dat zou ik niemand aanraden.